Hoi allemaal, ik heb vandaag een video met mijn kleine zusje Kiki. Ik had de nagels gedaan een tijdje terug en besloot voor een zomerse bloemenprint te gaan. Ik vind zelf bloemetjes altijd heel erg leuk en zomers staan. En met de neonkleurtjes was het helemaal een zomers effect. Dus ben je benieuwd hoe ik dit maak? Kijk dan mee. Nou, als kleuren heb ik een paar van China Glaze gebruikt. Highlight of my summer. At face value. Een witte nagellak van de Primark. Een neonroze nagellak van de Primark, die geen nummer heeft volgens mij of naam. En nog even een China Glaze. En deze heet Neon and Dawn and Dawn. En verder heb je nog de paste en topcoat nodig, een dotting tool en een neonwaterkastje. Nou, allereerst breng ik natuurlijk een base coat aan om je nagels te beschermen. En vervolgens breng ik een laagje aan van At Face Value van China Glaze. En dat is een hele felle mintgroene nagellak. En vervolgens breng ik witte nagellak aan op een plaatje, een bordje, wat dan ook. Kan ook aluminiumfolie zijn. En dan ga ik met mijn dotting tool erin. En dan ga ik stipjes maken. En ik ga altijd gewoon in rijtjes werken. Dat werkt voor mij het beste, zodat je het mooiste effect krijgt. En dan ga ik aan de bloemen beginnen. En ik maak eerst met de kleur van de Primark een beetje een vorm van een bloem. Een soort rondje, maar het hoeft geen perfect rondje te zijn. Ik vind het juist leuker om het niet te doen. En met een heel klein dun kwastje breng ik de iets lichtere roze kleur in het midden aan in de bloem. Voor de wat diepte en de details, zeg maar. En dit kwastje was trouwens eerst een breed kwastje, maar heb ik heel veel haartjes van weggeknipt, waardoor die nou nog echt maar heel klein beetje haartjes heeft, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja. In ieder geval, dit is hoe ik het maak. Dus eerst de vorm en dan met een heel dun kwastje de details. En het hoeft allemaal niet zo perfect, gewoon een beetje op gevoel eigenlijk. En dan met de groene kleur van China Glaze maak ik nog blaadjes. Hiervoor gebruik ik trouwens wel een ander nail art kwastje dan voor die ik daarnet gebruikte. Deze is iets breder. En als laatste de topcoat. En dan ben je al helemaal klaar. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg moeilijk. Het is even uitvinden hoe en wat. Maar als je het eenmaal door hebt, is het echt niet moeilijk. En het is echt, ik vind het zelf wel heel erg leuk geworden. En super zomers natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog voor mijn kleine zusje. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Doei!